Hoi, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe Splinter nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. Zoals jullie gisteren hebben kunnen zien in mijn kookvideo, heb ik een overschotel gemaakt met gemarineerd gehakt, witloof, parei, aardbeerpuree en geraspte kaas eroverheen. Dan had ik nog aardbeerpuree over en gemarineerd gehakt met witloof en parei. Dus heb ik dat bij elkaar gedaan en gemengd tot een stampot. En nu ga ik jullie laten zien hoe je dat moet opwarmen. Dus kijk jullie mee. Zo ziet het eruit in de pan. Heerlijk ziet het eruit. Ik ga hem even op het vuur zetten. Ik ga het vuur even aanzetten. Afzakkap aan. Waar je op moet letten als je stampot gaat opwarmen, is dat je goed met een lepel gaat roeren. Ik gebruik een woklepel, maar een pollepel is ook goed. Ga goed roeren en verwarm het goed. Je kunt het ook in de magnetron opwarmen, maar dat heeft niet nou voorkeur. Aangezien het dan wat natter kan worden en het dan minder lekker is. En als je het verser wil houden, dan is het lekkerst om het in de pan te gaan doen. Dus dat ga ik nu doen. Kijk maar. Je hoeft er geen boter en of olijfolie in te doen in de pan. Maar zorg wel dat je met de lepel goed gaat roeren, zodat de onderkant niet kan aanbranden. Op het moment dat je merkt dat het te hard gaat, zet je het vuur wat lager, maar wel zo dat het kan verwarmen. En als het warm is, dan haal het van het vuur af en leg je het op bord. Nu ga ik goed even roeren. Zo, maar het is warm. Ik ga hem nu opscheppen en dan ga ik naar tafel. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze kookvideo. In deze kookvideo heb ik laten zien hoe je van een overschotel of een spullen die je over hebt een lekker ander gerecht kan maken. Ik heb er een stampot van gemaakt. Dit is het eindresultaat. Gisteren had ik het al door elkaar gerusteld, zodat het een stampot was, zodat ik het alleen vandaag hoef op te warmen. Dat heb ik vandaag laten zien hoe dat ook moet. Ik hoop dat je het leuk vond. En doe een duimpje omhoog. Reageer even onder in de comments wat je van deze video vond. Deel het mee met je vrienden of familie of kennissen. Collega's ook goed, hartstikke leuk. Abonneer je even op mijn YouTube kanaal. En even op mijn Instagram @arthurkookt. En dan zie ik jullie een volgende keer weer. Houdoe!